komt wat schwung nu in het elftal van Maaskant met Denissen. Guit met de volgende kans. Het is gelijk raak. 30 seconden na de 1-0 is VVV de kluts helemaal kwijt. En is het direct 2-0. Een prachtige goal van Guit, dat moet gezegd. Komt wat schwung nu in het elftal van Maaskant met Denissen. Guit met de volgende kans. Het is gelijk raak. 30 seconden na de 1-0 is VVV de kluts helemaal kwijt. En is het direct 2-0. Een prachtige goal van Guit, dat moet gezegd. Wordt in korte tijd. Gisteren had de ploeg uit Roosendaal vorige week 4 minuten nodig om zich te doen van Omniworld. En nu is het 3-0. In een minuut tijd 3 goals voor de ploeg van Maaskant. Ja, in Almere 3 goals in 5 minuten. Wordt in korte tijd. Gisteren had de ploeg uit Roosendaal vorige week 4 minuten nodig om zich te doen van Omniworld. En nu is het 3-0. In een minuut tijd 3 goals voor de ploeg van Maaskant. Ja, in Almere 3 goals in 5 minuten. Dennison. Dennison. En daar is Guit. En het is 1-1. Danny Guit scoort opnieuw voor RBC. Scoorde vorige week dus. Dennison. Dennison. En daar is Guit. En het is 1-1. Danny Guit scoort opnieuw voor RBC. Scoorde vorige week dus. Guit tast mis. Het schot dan van afstand. En dan het hakje. Uiteindelijk. Van Kwakman, maar die treffer komt dan op naam van Denissen, omdat Kwakman die bal, zo te zien, niet raakte. Wat een geweldige fase in de wedstrijd voor RBC Roosendaal. Guit tast mis. Het schot dan van afstand en dan het hakje. Uiteindelijk. Van Kwakman, maar die treffer komt dan op naam van Denissen, omdat Kwakman die bal, zo te zien, niet raakte. Wat een geweldige fase in de wedstrijd voor RBC Roosendaal. Nu wordt het kort. Guit en 1-0. En na 37 minuten gebeurt wat er al 37 minuten lang in zit. Namelijk een voorsprong voor RBC. Het gaat allemaal enigszins omslachtig. Maar uiteindelijk zit... Nu wordt het kort. Guit en 1-0. En na 37 minuten gebeurt wat er al 37 minuten lang in zit. Namelijk een voorsprong voor RBC. Het gaat allemaal enigszins omslachtig. Maar uiteindelijk zit... En tegen de zijlijn aan, Denissen, die moet nu wel naar binnen. Die gaat op zoek binnendoor bij Berk Belenkamp. Ruimte voor 2-0, het is 2-0. Via Duplan. En tegen de zijlijn aan, Denissen, die moet nu wel naar binnen. Die gaat op zoek binnendoor bij Berk Belenkamp. Ruimte voor 2-0, het is 2-0. Via Duplan. Guit staat weer scherp, daar. Achter hem nog Denissen. Guit. Vrijgespeeld, ja, dan kan hij zomaar schieten en kan hij zomaar scoren. En wat een makkelijke goal. Maar... Guit staat weer scherp, daar. Achter hem nog Denissen. Guit, vrijgespeeld, ja, dan kan hij zomaar schieten en kan hij zomaar scoren. En wat een makkelijke goal. Maar... Ferry Koning, balletje binnendoor. Guit, kan Guit daar nog bij? Ja, die brengt ervoor en dit is de geluidmaker, ja. De 1-1 komt van Hans Denissen. Ferry Koning. Balletje binnendoor. Guit. Kan Guit daar nog bij? Ja, die brengt ervoor. En dit is de geluidmaker. Ja. De 1-1 komt van Hans Denissen. Heeft hij wel veel gevoel voor. Guit om dat moment goed te kiezen. Inmiddels RBC weer in balbezit. Met Ten Heuvel. Goede combinatie. Denissen. Stak in door de scheidsrechter. Toch RBC. En nu is er ruimte voor Denissen.
voor de goal zijn mensen mee. Denissen gaat dan om onbegrijpelijke redenen voor eigen. De Vriebel slingert die bal dan in de richting van Denissen. Jongsleger. Snel weet om te schakelen, Jongsleger. Denissen. Nog altijd Denissen. Nu wel met Ami. Kwakman. Hey. Denissen. Denissen met Ami. Fleur schuift in. En Fleur haalt uit. Redding van Baart. Kans op kans nu voor RBC. En Heerkens wil de bal graag in de benen hebben. Maar krijgt hem niet. Het is wel Huisman die doorloopt. Met Denissen in een verdedigende rol. En Vriebel. Die dan. Kopbal van het opgebouwd van achteruit. Guit naar Denissen. Is inmiddels in de 16 meter. En dan een schot van Denissen. En Denissen, Laurent, die stond daar nog. En de derde. Moran. Prima opening richting Denissen. Loran, richting Denissen. Jongsleger had afdoende, glijdt precies op het juiste moment. Het gevaar is nu geweken. De Neuvel blijft in balbezit. Geweldig schot van Denissen. Denissen met de vrije bal. Oh, en weer loopt het maar net goed af. Voor Zwolle. Handig weggedraaid. Guit. Denissen. Denissen met de versnelling. Nou, die wordt nu gestuit door Van der Haar. En krijgt de bal toch nog voor Ten Heuvel. Kennelijk geen Hens van Aert. Die bal daar bij toeval. Dan Ten Heuvel weer. Denissen wil die bal in de kruising plaatsen. Aardige poging van Hans Denissen. Brand die nu doorzet. Dit is een mooi balletje naar Denissen. Komt er nog een 2-1 voor. Denissen en de bal daar op de kruising. Verrassend zoals